staat hij al onze topper. Hey Nick. Hi. Hey. Zo, nou Emma, we zijn er. We gaan 3 onderdelen doen. De 60 meter sprint, ja. Tverspringen en het speerwerpen. Hoe houden we speer nou eigenlijk vast? Je pakt je wijsvinger en je duim, doe je om de speer heen. Zak je langzaam naar beneden tot het handvat. Ja, en dan pak je hem eigenlijk je hand eromheen. Je linkerarm heb je voor je. En wat je dan gaat doen, je trekt je arm weg en dan laat je arm zo over je hoofd heen komen. En gooien. Oké, dat was nog best wel moeilijk, hè? Als je gaat werpen, gaat je arm naar achter, gestrekt, maar de speer blijft bij mijn hoofd. Ik zal hem andersom doen, met de punt naar voren. Ja? Oké, beter. Ja. Kijk eens! Dit is goed, meiden! Wat is de tip om nog verder te gooien? Ja, dat is een klein aanloopje erbij. Links, rechts, links, gooi. Oké. Oh! Juist. Wat gaan we nu doen? We gaan door naar het verspringen. We gaan een beetje kijken, want het mooiste is om met de aanloop met zoveel mogelijk snelheid te kunnen springen. Oh ja. Mag je hierop staan? Ja, het mag alleen op het witte staan, dus alleen voor de grijze balk. Kijk, dat is al super. Door. We zetten nu even een kleine horde neer. Hier moeten ze overheen springen? Ja, hier gaan ze straks overheen springen. Dan gaan ze eigenlijk automatisch meer omhoog en dan gaan ze ook verder springen. Door. En omhoog. Go. Kijk, weer een mooie sprong. Knie omhoog. Ja, dat is geweldig. Dan kunnen we door naar het laatste onderdeel. De 60 meter sprint. Dit zijn de startblokken, hè? Ja, klopt. Zal ik even één keer voordoen hoe je in het blok goed moet instellen? Het sterke been is eigenlijk 2 voetjes vanaf de lijn. Dus 1, 2. Bij de ander is het 3 voetjes, dus je achterste been. Die mag iets naar voren. En zorg voor dat het achterste been echt goed in het blok zit. Je duim en je wijsvinger zet je achter de lijn. Klaar. Ja. Start. Oké. En dan voor tijdens het lopen is het belangrijk dat je armen goed meeneemt. We hebben heel goed getraind. Jullie zijn er klaar voor. Dus niet te veel nadenken meer. We gaan gewoon winnen. Wat denk jij? Moeten we hier nog aan werken? Of? Nee, ik ben tevreden. Het gaat goed. Kom jongens. Maak je op voor de finale. Bestaat uit 3 onderdelen. Speerwerpen, verspringen en de sprint. Wie de meeste onderdelen heeft gewonnen, die wint ook de battle. We gaan eerst beginnen met speerwerpen. Iedereen mag 1 keer gooien. De afstanden worden bij elkaar opgeteld. En het team dat dan uiteindelijk het verst heeft gegooid, wint dit onderdeel. Nou, 1 dingetje nog, Toby. Ja? We verklappen niet wie er gewonnen heeft per onderdeel. Nee. Dat doen we pas aan het einde. Maken we het lekker spannend. Zeker weten. Hebben we er zin in, mannen? Ja! Laten gooien, meiden! Ja! Concentreer je. Kijk goed naar waar je gooit. Daar waar die neerkomt, dat telt. ...15 meter 12. Heel goed gedaan, gast. Heel veel succes. Oh. Ah, heel goed. 8 meter 50. Meter 30. 7 meter. Goed zo. Op naar het volgende onderdeel. Verspringen, hoe gaan we dat doen? Iedereen springt 1 keer. En het team dat in totaal het verst heeft gesprongen, die wint dit onderdeel. Heel goed. Ik vond het heel goed. 3 meter 7. Dat was ver hoor. Nou, perfect. Start! Yes. 1,77. En door. Oh! Wat goed! Ja, 3 meter 1. Go! Meter 1. Alles geven, volle bak sprinten, goed afzetten en gaan. En sprinten! Voor je, kijk voor je rennen! Ah, ja, dat is goed! Heel goed! 2 meter
keer 56. 3, 2, 1, come on, Mick. Mick, nog een keer. Je moet voor die grijze. Come on, Mick. Verkeerde been. Ja. Supergoed. Ja, dit zal er nog wel even op hangen, jongens. Ja. Alleen sprinten. Alleen nog sprinten. Het laatste onderdeel, die moeten we gewoon winnen. He? We doen 3 wedstrijdjes 1-1. De tijden worden bij elkaar opgeteld op het eind. En het team dat er dan het snelst over heeft gedaan, heeft gewonnen. Nou, wens je heel veel succes. Ja, ik jou. Ja. Op je plaats. Klaar. Af. Die was goed. Heel spannend. Het was heel close. Volgende gaat nu. Ja, we gaan het afwachten. Ik had wel een paar momenten voorsprong, dus ik denk dat dit wel goed gaat komen. Klaar. Ah! Let's go! Ga, ga, ga! Ga door, ga door! Ga door! Het is goed ook, hoor. Ze komt terug! Ze komt terug! Ze komt eruit! Oh, dit was ook zo close. Dit was zo close. Jezelf focussen, niet naast je kijken en gewoon gaan met die banaan. Ja. De beslissende race, daar gaat hij. Klaar. Start. Let's go, go, go. Door, door, door. Door, 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 door. Door, 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 door. Oh. Nou, we gaan rekenen en daarna gaan we de uitslag bekendmaken. Jazeker. Oeh, echt super spannend. En dan nu de einduitslag. Speerwerpen is gewonnen door de mannen! Dat betekent dat het 1-0 staat voor de mannen. Dan gaan we door naar verspringen. En dat is gewonnen door de meiden! Ja, dat betekent dat de stand na deze twee onderdelen 1-1 is. Hè? Ja, en dan de sprint. En die was ongekend spannend. Want de sprint is gewonnen door een team met maar een halve seconde. De sprint, en dus ook de battle, is gewonnen door de mannen. Hartstikke goed gedaan. Halve seconde is niks. Dat is helemaal niks. De volgende keer weer een nieuwe battle. Dus ik ga zeggen, tot de volgende keer. Doei, tot de volgende keer.